Hallo, mijn naam is Anne, ik ben een fervente boekenlezer en ik praat graag over boeken en ik dacht zo bij mezelf, ja, waarom film ik dat niet en val ik er jullie mee lastig, hè? Nee, ik dacht wel dat het leuk zou zijn om het advies te horen van iemand die niet professioneel met boeken bezig is. Dus ik ben geen recensent, ik ben geen promotie girl van een of andere uitgeverij. Ik geef mijn eerlijke mening. Ik heb niks te verkopen. Ik heb niks te. Ik ken de auteur. Ik ken geen enkele auteur persoonlijk. Dus het is gewoon wat ik ervan vind. En het eerste boek waar ik dit jaar echt wel van onder de indruk was, is Het personeel van Olga Raven. Olga Raven is een Deense auteur en zij werd gevraagd om door een kunstenares om een verhaal te schrijven bij de tentoonstelling of tentoonstelling van die kunstenares. En dat is dus dit boek geworden, Het personeel. Het personeel is vertaald door Michael van Zel. En het is uitgegeven door Das Mag, dit terzijde. Wat vind ik er zo goed aan? Wel, het is een ongelooflijk klein boekje. Er zijn vaak maar halve pagina's, of zelfs maar een lijntje of twee, drie. En toch is het een ongelooflijk epos. Omdat je kunt het moeilijk uit je hoofd zetten. Dus wat is het? Het is een boekje, het gaat over het is een science fiction verhaal. Dus het gaat over een ruimteschip en op dat ruimteschip zijn zowel mensen als humanoids aanwezig. En zij moeten een aantal wezens observeren die in dat ruimteschip aanwezig zijn en zij moeten dus die wezens observeren en eigenlijk opschrijven wat er allemaal gebeurt. Nu, wij lezen het logboek van die observaties, maar ook het is eigenlijk een beetje hoe de dag verlopen is van sommige werknemers, zo gezegd, die op dat de humanoids als van de gewone mensen. En je moet weten, die humanoids die zijn ontwikkeld naar de best mogelijke mens, ik zou het zo zeggen, of hoe dat de mens zichzelf ziet. Maar eigenlijk niet is. Dus als zijnde nooit liegen, altijd consequent zijn, niet dramatisch zijn, van alles eigenlijk. Hè. Dus echt zo de best mogelijke versie van zichzelf. En die humanoids komen er eigenlijk achter dat eigenlijk maar pure kwatsch is. Hè. Want we zijn niet perfect, wij liegen allemaal. Zelfs als we dat niet willen toegeven, dan liegen we gewoon tegen onszelf. Maar dat is ook liegen, hè. Maar het is een ongelooflijk verhaal. Het gaat dus over die mensen die daar, en humanoids die daar aanwezig zijn, hun ervaringen. En daar loopt iets verkeerd. En je krijgt aan de hand van die getuigenverklaringen in dat logboek, zien jullie wat daar aan het ontwikkelen is en wat dat eraan broeien is onder huid. En het is zo fantastisch. Het is echt voor mij is het echt een hele nieuwe manier van schrijven, maar een leuke manier van schrijven, omdat je zoveel zelf kunt invullen. En waarvan sommige science fiction verhalen, ik ben niet echt een science fiction verhaallezer. Soms willen ze te veel voor jou invullen en hoe dat een schip eruit ziet. En op een duur weet je waar dat de stopcontacten zitten en de USB-poorten en
Alhoewel, ja, dan de nieuwe dan wel. Maar je snapt wel waar ik naartoe wil. Maar met dit kun je zoveel zelf invullen. En het is eigenlijk een aanklacht over hoe, zeker in grote bedrijven, grote fabrieken, ik heb daar zelf ook deel van uitgemaakt, dat je bent een nummer, je maakt deel uit van een geheel, maar je bent geen persoon meer. En dat is ook een beetje een aanklacht daartegen, dat je, hoe groter de structuur is waar je werkt, hoe onpersoonlijker het wordt en hoe minder de persoon die daar werkt belangrijk is. En dat is, ja, op een duur begint iedereen aan zichzelf te twijfelen. En wat dat er hier op de backcover staat, is ongelooflijk. Dat is eigenlijk de perfecte omschrijving. Ben ik menselijk? Staat er in jullie administratie wat ik ben? Op een duur begin je echt aan jezelf te twijfelen. En ook zo van, zijn wij zelf geen soort van robots aan het worden soms? Alles is we zijn zo gefocust op het digitale en op, op het automatiseren. En ik ben daar ook zo in, hoor. Gisteren ook. Ik ben gisteren nog naar de Flamingo geweest in Brussel. En dan, ja, je bestelt iets. Alles is, je moet een code scannen. Je kiest wat je wil, je betaalt onmiddellijk. En iedereen aan de tafel doet hetzelfde. Dus ja, er wordt van de obers en zo wordt steeds minder vereist als mens zijn. En op een duur, ja, wat zijn we dan nog eigenlijk? En dat is eigenlijk een beetje de aanklacht in dit boek. En ik gun het jullie van harte om het te lezen. Je vindt het niet zo, ik denk niet dat je dat in de standaard gaat vinden. Ik heb het bij mij gevonden in Sint-Truiden. Ik ga altijd naar een heel klein boekenwinkeltje. Piepklein. Dat heet... Sorry. Oost-Vlaams met een West-Vlaams accent. Dat komt nooit goed. Dat heet Nabokov in Sint-Truiden. Dus dat is, ik geloof, maar 2 dagen de week open. Maar zij heeft een ongelooflijk goede selectie aan echte literaire parels. Altijd dus de moeite waard om eens te gaan. De zaterdag, als je moest je ooit eens in Sint-Truiden verloren lopen, dan ga je haar wel vinden. Het is echt de moeite. En, dus ik denk wel in de betere boekenhandel, Olga Raven, het personeel, vertaald door Michel van Zel. Schitterend werk. Tot de volgende keer.